Hallo Back Legion en welkom bij een nieuwe part van Thomas Was Alone. Er zijn nog 4 chapters. Ik moet hier nog 1 achievement bubble ding zeg maar vinden. In deze chapter. En dan, dan zijn er nog 3. 4. Dat weet ik al niet meer. 4. Als het nou 6 en het gaat tot 10 volgens mij. Dan is de game uitgespeeld. En als het goed is heb ik dan ook alle achievements. Daar ben ik best wel trots op. Wauw, dat was moeilijk. Okay, Thomas die gaat naar boven in de knowledge beam. Of awesomeness. Of zoiets. Hij moet serieus in het midden. Oké, vet. Thomas was connected to the internet for 12 seconds. And he 12 seconds! He'd seen the cats who couldn't spell. He'd heard of the arrow through the knee. Through the knee, oh my god. There was probably a thing called cake, but that was a that lie. Oh, dat is wel genius. Inderdaad, katten op internet. Nou, dan Arrow to Neve Skyrim. En nou ook nog The Cake is Alive van Portal. Dat was leuk. En hij is 12 seconden op internet geweest. Dat doet die jongen erg snel. Dat is wel geniaal. Die game is echt leuk. Laten we maar met Thomas omhoog gaan. Thomas. Daar komen we niet bij. Vier hier ook niet. Jij denk ik wel. Ja, oeh. Die kwam hard eraan geknald. Maar met alleen Thomas deze kan nog op. Maar ergens moet er nog een achievement bubbelt liggen. Als ik die achievement bubbelt ook heb. Dan ben ik rijk. Dan heb ik alle achievements. Nou ja, dan moet ik de rest nog vinden. Maar daarna heb ik dan alle achievements. Dus ik ben benieuwd waar die is. Is hij benieuwd? Hier niet, zo te zien. They were just beyond the next portal. Dan weet Thomas meer dan mij, hey, damn. Het wordt hier een beetje krap. Thomas. Wordt hier erg nauw, Thomas. Ik kan daar niet. Wacht, we gaan op mevrouw Pa staan, dan komen we er wel net. Oh yeah. Volgens mij is dit het laatste level, dus ik heb ergens een bubbel gemist. Nee. Ja, zie? Want dit is chapter 7. Nee, ik heb een ding gemist. Ik heb een achievement ding gemist. Oké, dan zoek ik die wel op. Maakt het niet uit. It is fitting that the first act of sentient AI was the act of selfness. Selflessness, damn. Oh, ik heb het allemaal niet gelezen, fucking care. Hebben wij nou een nieuwe vriend? Een blauwe dingen, denk ik. Hij is er terug, maar waar de fuck is de rest? Thomas nearly couldn't escape. They'd been trapped permanently from the moment the clouds ate them. Ah. Explained this to the others. It was impossible to gauge their reaction. After all, there was a rectangle. Oh, het was. Oh, wat flauw. Het was erg moeilijk om hun reacties te zien, want het waren natuurlijk vierkantjes. Ja, no shit, Sherlock. Het zijn ook vierkantjes. Goed gezien. Oh, daar komen we echt net niet boven. Hey, bouncy bit. Bouncy bit, zei ik. Niet bitch. Nee, nee, dat is zeker bitch. Nee, nee. Oké, dat is ook done. Jij drijft, dat is heel fijn voor ons. Oh, meneer Patat kan dat dus zo. Ga van mij af. Dank u. Damn. Oké. Jij moet daar op staan, denk ik. En dan komen we er ook nog net niet. Dan moeten we geel erbij pakken. Dan mag jij even van mij afgaan. Oh, fuck. Oh, we zijn de verkeerde kant. Valt mee. Oh damn, kan ze er net weer niet op? Oké, dat komt wel goed.
We gaan echt de mooiste constructie ooit maken. Zo. Jij daar bovenop. Dan moet alleen onze groot vriend. Yay! Bam. 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 Bam, bam, bam. En dan mag... Jij... Waarom nemen we Claire niet mee eigenlijk? Dat is een goede vraag. Claire maakt alles zoveel makkelijker. Dat gaan we niet doen, game. Ik ga eerst... Zo. Dan mag hij eroverheen. Moeten we alleen even Thomas meenemen. Oeh. Thomas komt daar niet bij. Game. Komt zij daar bovenop? Volgens mij niet, hè? Nee. Damn it. Ja. Yeah. Oh, misschien willen het ook wel trouwens. Ja. Yep. Al die fucking moeite. Dat wou zo ook wel. Oké. Okay. Oh damn, hij moet daar nog vliegen ook. Ah, Christopher is natuurlijk verliefd op haar. Dat was ik al even vergeten. Dat is al te lang geleden. Oké, okay, jij mag even hier passeren dan. Niet springen, staalblokje, ga weg. Iemand anders pesten me niet, Claire. Dat is toch een leuk deuntje, of niet dan? Dan. Oké, overleefd. Sarah. Dit wordt lastig. Was deflated. She'd not even got close to the fountain. She could tell from the earnest expression on Thomas that the information it had imparted was clearly important. Aha, the information was super Sarah important. Oké, okay, Sarah moest zijn. Was now to support him. Ah. Oké, okay, meneer Groen moet daarheen. Meneer Geel moet daarheen. Zo is dit wel vet zo. Ziet er wel nice uit. Oeh, daar komen we net niet. Nou ook nog niet. Damn you game. Oké, okay, Klaar. Claire zit er bovenop. James daar. Leuk bezig, game. Stop met piep, 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 piep doen. Dank u. Please. Ja, mooi, dank u. Nou moeten we alleen ons kleine vriendje moet helemaal links. Damn jongen, al dat daar word je helemaal gek van. Allee, alleen Sarah en Thomas nog over. Thomas hier. En Sarah daar. Done. Nou, alleen nog op hetzelfde moment allemaal. Dat wordt de volgende uitdaging. Dan moet die Pasen, die moet daar. En Thomas. Waar is die jongen? Die moet daar, maar dat lukt net niet. Oké, vind je hier wel. Oh, ook allemaal net. Kom op. Thomas, kom op. Je was er net nog bovenop. Zo net nog. Ik heb je net nog zien doen, Thomas. Niet nou gemeen gaan doen en niet werken, Thomas. Hey, dat is gekloot. Terug naar rechts. Damn jongen, stop met piepen, piep, 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 piep doen. Game. Oké, okay. Helemaal naar links. Naar links. Jee, nou komt hij in 3, 2, 1. Ja. Dat was een puzzel. Yeah. 7.3. Bam. Oh nee! Nee, patatje met mayo.
Ja, daar komt hij wel. Okay. Daar wachten. Vriend. Claire met de superpowers naar voren. Ja, daarheen. Done. Claire could not accept that this had all been futile. She was a superhero. There had to be a way. Not for her to get out. Red had been pretty clear on that, but... There must be thousands of other... Oh, een beetje dit game. Waarom daar helemaal? Was there a way to help them? Gewoon YOLO, die hier. Als die daar is, dan gaan we nou geel ophalen. Geel, kom hier, patat, kom. Varen, varen, stop. Oh, damn, meen je dat? Komt hij daar niet bovenop zonder, hè? Fuck. Oh, wacht. Oh, nee, dat werkt weer niet. Want als ik haar nu kill, de Sarah, dan... komt ze toch weer terug. Laat dat ook. Geen nut om Claire daar neer te donderen. Damn you, game. Dat is niet lief. Waarom spawnt geel, meneer Geel daar... Oh, wij als zijn nu... Fuck you. Is niet lief, game. Maar ik heb double jump, dus eigenlijk is het... Fuck daar, en we komen er sowieso wel, maar... Niet nu. Oké, okay, wacht op Claire. Dank u. Oh, wij... Wacht, als ik met Claire spring en ik spring dan... Zou dat werken? Nee, dan kan ik niet springen. Oké, dat scheelt weer, want anders zou ik het op die manier kunnen doen. Dat zou echt zo slecht zijn. Oké, patatje is klaar. Kom op, Claire. De hele boot klaar. Goddank, we zijn er eindelijk. Yay. Dat heeft even geduurd, hé. Damn, hé. Oh ja, daar is een knopje wat we aan moeten aanraken. Duidelijk. Oh. Als ik een klein niet meekomen, weg daar. Oké. Plont. Damn. Dat was een diepe plont. Hier komt Claire nooit overheen. Dus wat we nou moeten doen is... paars op geel zetten en een double jump en dan zijn we er. Dan gaat het hier omlaag. Oeh, en het verbaast me dat geel er niet afdonderde. Dat is echt een wonder. Oké, we hebben het nou al redelijk goed staan volgens mij. Yep, bam, done. Yay, it's a me, Mario. Het houdt in dat ik nu al 2400 keer spatie in heb gedrukt om te springen. Minimaal. Damn. Ik heb wel vaker in graag, maar dan reageert hij niet. Oh, damn. 2400 keer spatie al. Pff, dat is veel. That's what the humans did. They changed the world to suit them. Why couldn't they do the same? What the fuck is er met dat witte ding? The fuck is dat? Game. Kom op, Thomas. Druk dat blokje naar boven. Druk het blokje daarin. Oh, goed bezig, Thomas. Burm, 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 burm. Ja, dan komt nu Claire. Ah, ja, Sarah bedoel ik. Claire. Claire is blauw. Telt niet, game. Kun je dit zo omhoog drukken? Ja, mooi. Oh, ik voel me gewoon een profvoetballer hiermee. Weet niet waarom. Maar. Zo voelt het nu eenmaal. Zomaar. Zo. Want anders komt Christopher er niet meer. Oh, daar komt hij sowieso helemaal niet. Christopher is een beetje... Ja. Ik kan gewoon niet goed springen. Laten we het daarop houden. Kan die jongen ook niks aan doen. Zij kan wel goed springen. Heel goed. Beetje belachelijk goed eigenlijk.
Met double jump. Maar we hebben het alsnog gehaald. Dus geen paniek. Geen paniek. Dit ziet er iets meer paniekerig uit. Moet ik zeggen. Skeptical in new abilities. His abilities would be of no use to anyone. But Laura smiled at him. And immediately he knew he had to do everything he could to help them get there. Maar Laura is Bouncy Pet. Dat is een vriendinnetje toch? Dus dat is de probleem. Ik weet niet waar ik naartoe val. Oh, gelijk aan dat goede plekje toe. Dat ik nu had. Hey Thomas. Waarom heeft Thomas een vierkant ding? Wat moeten wij met een vierkant ding? Claire naar beneden. Stop met springen. Patat. Ah, nevermind. Wit blokje. Genius. Hij is daar. Moeten wij naartoe? Dat is Paas. Mevrouw Paas moet naar dat knopje toe. En dan zak dat naar beneden. Njong. Oh, iets meer naar links. Als iets te veel, Thomas. Dank u. Ja, goed zo. Braaf, Thomas. Oké, dan kan Claire daar naartoe. Kan dat hele ding stoppen met springen, hè? Dank u. Haha. Eindelijk rust. Hop, hop. Dan. Op zich valt het allemaal nog wel mee. Het lijkt ernstiger dan het is. Vind ik toch. Hey, dit is leuk. Moet ik nou serieus hier double jump? Nee. Hoe de fuck wil je hier uitkomen, game? Ah, wat fuck? Nou heb ik opeens wel double jump. De ene keer niet, de andere keer wel. What the fuck, game? Is niet leef. En hier alweer. Damn you, Sarah. Kun je helemaal niks. Zonder Laura. Oh, jawel. Dat kun jij wel. Never mind. Oef. Oh, dat maakt niet uit, want hier zit een berry. Mooi. Zijn er. Tik. Oké, dan kunnen we met deze gewoon één keer helemaal naar rechts. Laura had been born special. She understood that now. She was created... Wow! Wat de fuck gebeurde daar? Wat de hel? Nou werkt het niet meer. Niet live game. Dat was echt raar. Oh. Nou ja, we zijn in ieder geval eentje verder. Dat was echt heel apart. Oh, damn. Vanaf hier hebben we geen double jump, dat is gemeen. Die game is wel heel selectief met wanneer je double jump krijgt en wanneer niet, heb ik het idee af en toe. Oeh, we zijn er bijna. Tok, done. 7.7. Hey Thomas. Being an architect, he wanted to modify the world to help others. He was sick of these contrived spaces, these intentionally obtuse paths and puzzles. That's life, from Thomas. He'd do differently. He'd empower the AIs above. That is so lief van Thomas. Of niet? Hè? Dit is geen level te noemen bijna, moet ik zeggen. Oh damn, jawel, dat is wel een level te noemen. Komen wij overheen dan? Ja, mooi. Dan, next.
Alleen maar paars? Nee, paars, geel en groen. Oké. Okay. Naar links. En, oh. Naar rechts. Oh, nee! Bal voor open doel, nee. Mag niet. Buitenspel. Is niet de hele game. Oeh, nee, dat al helemaal niet. Hij legt er bovenop, dat is al iets. Tik hem aan. Tik hem erin. Oh, for fuck's sake. Zoals dat nog niet. Wij kunnen nu terug met Sarah. Ja, Sarah. Al die namen, jongen. Dat is ook terug. Sarah staat niet in een hokje. John's massive jumps were dwarfed by Sarah. For the first time in his life, he felt humbled. Ah ja, tuurlijk. Nee, jongen, die kan nou niet meer. Dat is goed. That he wanted to make every AI up there feel as heroic as he had. Ah, dat is wel zo, ja. Dat is wel nice. Oh, kut. Oh, nice, inderdaad. Want Sarah, die kan veel hoger springen dan John. Dus John is nou eindelijk gedist, want zijn jump is niet zo hoog. Dat is perfect. Bam, padoom. 7.9. James still felt weird, but he realized now that everyone else was too. They were a crew of weirdos. Ja. Weirdness that would save all the normals up above. Er zit eigenlijk wel wat in, en the other AI's would escape them. Zijn allemaal wat weird. Down to seven rectangles. Iedereen. Very different relationships to gravity. Oh, ik moet daar ook heen. Claire moet daar ook heen. Oh. Yeah, nee, Claire wordt bijna gesandwiched. Tussen de muur en een ander ding. Thomas, kom op het rode knopje aanraken. Brave jongen. Perfect. Nee. Claire moet daarheen. Thomas, naar boven, dank u. Oeh, fuck. Kom op, Thomas. Goed zo. Geel. Ja, komt helemaal goed. Zo, geel daar. Oranje daar. Done. En dat is goed, hoeven we niks te doen met die andere, maar. Oh ja, wel, dan moeten we double jumpen. Never mind. We moeten daar verplicht double jumpen. Oké, hier hebben we alle kleuren zo te zien. En had ook. 7.10. Dit wordt leuk. Thomas knew he'd never meet Nathan Fillion or a Transformer. He'd never get to visit Gotham City or eat at Moobies. Wie? It didn't matter. If he and his friends jumped into the creation matrix. Ah, eat at Moobies. Ik dacht al wat, wie de fuck? The simulation. A chance to. Dacht al wat ontmoet hij? Dat kan toch niet. Dat is niet waar. Ik zet iedereen hier redelijk in de buurt. Dat me dan gewoon handig lijkt. Weet je zo. Claire is sowieso die shit nodig. En wij zijn die andere grote vriend nodig. En ze zijn Claire ook nodig trouwens. Anders kunnen ze niet fair run. Yay, achievement. A selfless act. Oh. Ga weg, achievement. Want een achievement kun je, of waar de achievement plek is, zeg maar. Dan kun je ook zien hoe en wat. Dat is niet de bedoeling, Sarah. Wij moeten eerst naar boven. Andere jongen die redt zich wel. Christopher. Je vriendje, die redt zich wel. Ga naar beneden, Sarah. Kijk, je ziet die kleurtjes, dus je weet waar je heen bladert.
Zou hem even Daan nemen? Christopher Daan. Oké, alles komt goed uiteindelijk. Denk ik toch. Ook al zit meneer Geel een beetje in de weg. Beetje wel. Oh, goddank, zelfs hij kwam er. Ik was heel even bang dat Christopher er niet zou kunnen komen, maar die komt er wel. Dan is het goed. Dan is het goed, game. Thomas, die zit daar achter, als ik het zo zie. Die zit daar. We gaan sowieso een probleem hebben nu. Want meneer Geel komt hier nooit tussendoor. Dus moet Claire eerst aan de kant. Of we hierheen. Oh, Thomas. Iets verder zo. Laten we Paas ook maar even ophalen trouwens. Net zo makkelijk. Die hoort daar te staan. Oké, Geel. Voorbij, dank u. Mooi. Nou, komt alles goed. Dan. Plidum. Ah, we gaan zeggen, dat duurde lang voordat het plumplum gebeurde. Electric Boogaloo. Oké. Okay. Thomas and the other architects augmented the world to suit the AIs. The splitters kept their distance. The system was never taken control from that point. Thousands of AIs were free to escape. Oké, okay, dus we hebben nou nieuwe AI dingen. We hebben nieuwe blokjes. Yay. Maar we gaan verder met de nieuwe blokjes in de volgende part. Dus dan zie ik jullie weer. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen? Zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.